Goedemiddag. Hallo. Mogen we even in uw tuin kijken? Waarom? Omdat we ons afvragen wat er groeit. Een achtertuin in de buurt Het Hart in IJsselstein is te herkennen aan de tuintegels. Vindt u de tegels mooi? Houdt u ervan? Dat is lekker makkelijk. Gemak. Vroeger thuis hadden wij gras en ik moest het altijd maaien. Dus dat vond ik niet zo heel fijn. Het Hart is een van de best betegelde buurten van Nederland als het om tuinen gaat. Gemiddeld kleurt slechts 1/5 van de achtertuin groen. Mevrouw Peek, waar is het gras? Die hebben we niet. En waarom heeft u geen gras? Nee, omdat wij gewoon lekker makkelijk steentjes. En verderop in de straat is het niet veel anders. Zou u liever wat meer planten in de tuin hebben eigenlijk? Bah. Het is wel mooi, maar daar heb je weer geen straat over. Hè? Het is het een of het ander. Tegel eruit, plant erin. Dat is al jarenlang de slogan van Stichting Steenbreek. Zij raden een zo groen mogelijke tuin aan. Dat geeft voordeel in droge en hete perioden. Dat kun je ook zien op sommige versteningskaarten en ook op hittestresskaarten. Dat versteende tuinen en versteende buurten duidelijk veel heter zijn. Het heet ook wel het hitte-eiland-effect. 7 graden warmer dan bijvoorbeeld waar groen groeit. Dus echt, het effect is echt meetbaar. Ja, we wonen hier al 20 jaar, dus dat... Toen was er nog niet zo sprake van, maar dat is de laatste jaren natuurlijk wel veel discussie over. Ja. Ja. Maar u bent er dus wel gevoelig voor, want u heeft de bomen dan. Ja, die zijn erbij gekomen. Klopt, die stonden er 20 jaar geleden nog niet. De familie Boter heeft al bomen geplant en dragen dus hun steentje bij. Nu hun andere buren nog. Nou, op meer varens in de tuin. Ja, oké, dank u wel. Tot ziens, hè. Fijne dag.